Mijn werkelijkheid is dat ik alleen op vakantie ben gegaan. Dat ik de dag ervoor nog naar het graf van Carlo ben gegaan. Alsof ik hem wilde vragen om mee te gaan. Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zonsondergang huilend bij het graf van Carlo zit. Radeloos, alleen en hopend op een wonder. Ik wil zo graag weten hoe het met Carlo gaat. Het is nog steeds zo gek om te beseffen dat dit allemaal gebeurd is. ...18 juli, 's morgens, ben ik bij Carlo. En ik wist dat ik hem kwijt was, nog voor ik de dokter zijn gezicht zag. En toen werd het werkelijkheid. Carlo was hersendood. Toen heb ik wel geschreeuwd, heel lang en heel hard. De dag voor zijn overlijden had ik nog hoop. Carlo was toen volgens de artsen stabiel. Toch is hij de dag erna overleden. Het voelt voor mij alsof Carlo de beslissing om niet verder te leven zelf heeft genomen. Hij heeft zijn dierbaren niet willen belasten met de onmogelijke beslissing over zijn leven en dood, die we waarschijnlijk ooit hadden moeten nemen. Maar dat zullen we nooit weten. En wat zeg je tegen je kleinzoon van 4,5? Die je met zijn mooie grote blauwe ogen aankijkt. Als je huilt en vraagt, waarom huil je, oma? En dan vervolgens zegt, je mist oom Carlo zeker, hè? Net als papa. En als je denkt dat je, net als je denkt dat je zo goed mogelijk aan hem hebt uitgelegd waarom oom Carlo niet meer kan komen, hij aan je vraagt, oom Carlo, kom toch straks wel? Tijdens het typen stromen de tranen over mijn wangen. Het is nu na een jaar zo erg om dit op papier te zetten. Het is haast niet te doen, maar ik moet. Ik heb het nog steeds niet aanvaard dat hij nooit meer komt. En dat hij in een graf ligt. Meneer de voorzitter, alle aanwezigen. Mijn zoon, mijn allerliefste zoon, ligt in een graf. Onder de grond. Hij is dood. De manier waarop ik Carlo mis is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Ik hoop dat er leven is na de dood. Dan zie ik Carlo ooit weer. Als ik er een heel leven op heb zitten, heb geleefd voor twee en alles uit het leven heb gehaald. Zoals Carlo dat had gewild. It's so massively confusing. It's like I have a new skin. Everything just hurts all the time. Ik mis Carlo. Ik mis hem. Ik mis ons. Dank u wel voor uw aandacht. Tot slot wil ook ik nogmaals een klemmend beroep doen op alle jongvolwassenen die betrokken zijn in deze zaak. Maar nadrukkelijk ook op hun ouders. Om dit zwijgen te doorbreken. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood. Wees dat voor en spreek je uit. Wij hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. Wij willen antwoorden. Onze wereld is veranderd. Voor altijd. Ik hoop dat als jullie het geluk mogen hebben ooit vader te worden, je dan nog eens terugdenkt aan mijn woorden van vandaag. Eén vraag heb ik nog wel voor de verdachte. Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Wat? Hij is doodgeschopt. Eerst geslagen, toen geschopt. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? Ik hoop dat ik ooit dat antwoord nog eens krijg.
Dat jullie het lef hebben om dat een keer te vertellen. Waarom?